Zo, Leven Duinen, goedemorgen. Wat is er aan de hand hier? Ja, goedemorgen. Ja, we hebben een melding gekregen van een aangespoelde bruinviskalf. Dit is een jong dier dat geboren is, maar helaas is het overleden. En dit beest wordt nu overgebracht naar de Universiteit in Utrecht. En daar wordt onderzoek opgepleegd. Spoelen dit soort dieren nou vaak aan op een strand? We zien helaas ook veel mensen die zich zorgen maken om de zeehond in de uitwatering. Kan je daar gelijk iets over vertellen? Ja, nou, de zeehond in de uitwatering, dat houden we natuurlijk allemaal onder controle. En daar is heel veel kijk op. We kijken dus of de beesten gezond zijn en we laten ze gewoon liggen. En als het echt uit de hand loopt, dan worden de beesten of verplaatst of ze gaan naar het opvang. En sinds kort zien we ook dat je hekken plaatst op die locatie bij de uitwatering. Heeft dat gewenst effect? Ja, dat heeft zeker effect. Het werkt heel goed bij mensen blijkbaar als er een hekje ontstaat. Want mensen blijven dan op afstand en zo'n beest wil toch drie uur per dag onder drogen liggen. Voor de energie te halen uit de zon liggen. En dat gaat met de hekken die de laatste tijd pas heel goed via de hand. Kijk, nou, dankjewel.